ben Ossip van Duivenboden, architectuurfotograaf, maar met een architectuurhistorische achtergrond. En eigenlijk gewoon vanuit die achtergrond ben ik ook in de fotografie terechtgekomen. Dus de reden dat ik fotografeer heeft alles te maken met architectuur. Gewoon, dus het leren kijken heb ik ook gewoon bij mijn studie architectuurgeschiedenis gedaan. Alleen het fotograferen, dat heb ik mezelf moeten aanleren. Ik probeer hele strakke architectuurfoto's te maken. Maar ik doe altijd wel mijn best om er een menselijk aspect in te geven. Zodat je een beetje ook die schaal snapt, maar ook het gebruik ervan begrijpt. Bij het begin fotografeerde ik heel veel in Rotterdam. Wat eigenlijk ook wel heel grappig was, want het moment dat ik fotografeerde, werden er ook een paar spraakmakende projecten gerealiseerd in Rotterdam. De Markthal, de Rotterdam, het Timmerhuis waar ik ook in woon. Dat is allemaal in de periode na 2012 opgeleverd. En het laatste half jaar heb ik een aantal flinke projecten ook in het buitenland gedaan. Wat natuurlijk de krent uit de pap zijn. Ik bedoel, ik heb vaak wel dat ik al een plannetje van tevoren maak in Nederland op basis van tekeningen, renders, plattegronden, wat ik daar zou kunnen doen. Maar uiteindelijk werkt het beste op de locatie zelf, want je weet, ja, je moet er gewoon zijn om te voelen hoe dat gebouw zich gedraagt op die plek. Ja, ik kan wel zeggen dat ik wel iets met grote steden heb. Ik bedoel, het zijn gewoon indrukwekkende organismen. Het is zo bijzonder om elke keer weer te zien, zo dynamisch. Van, als je Pune in India vergelijkt met een Tianjin in China. Beide miljoenen steden, maar die zich compleet anders gedragen. Waar de mensen zich anders gedragen, de hectiek anders is. En het is ook gewoon fascinerend omdat steden, met name in Azië, mega hard veranderen. In Shenzhen is net zo oud als Zoetermeer. Begin jaren 80 was het een dorpje van 30.000 inwoners. En het is nu groter dan Manhattan. En dat vind ik hele fascinerende gegevens. Maar het is ook gewoon fascinerend om in zo'n omgeving rond te lopen en je dan te bedenken dat alles wat je ziet door mensenhanden gemaakt is. Dat vind ik altijd mega indrukwekkend. Dus vorige maand had ik in Tianjin een bibliotheek voor MVRDW gefotografeerd. Nou, MVRDW is een grote naam. De bibliotheek ziet er behoorlijk gelikt uit met ronde vormen. Dus dat ging gigantisch viraal. Daar heb ik echt gewoon nog steeds dagelijks ook gewoon verzoeken van tijdschriften die het willen publiceren. Dus in eerste instantie wordt het gewoon puur gebruikt voor digitaal. En vaak worden ook een aantal foto's apart gehouden voor de tweede publicatiegolf die eraan komt. En dat zijn vaak dan toch de offline media, om het zo te zeggen. Gewoon de tijdschriften, boeken en soms ook een tentoonstelling. Architectuurfotografie is van alle tijden. Typisch aan architectuurfotografie is het gebruik van een gecontroleerd perspectief. Als je een gebouw van onderaf fotografeert, vertekenen de lijnen een beetje en lijkt het gebouw als het ware om te vallen. Met een tilt-shift lens of een ouderwetse technische camera kun je deze lijnen weer recht zetten in de foto. Gebouwen worden ook vaak vanuit de lucht gefotografeerd met behulp van een vliegtuig, helikopter of tegenwoordig zelfs met drones. Ik heb eigenlijk veel meer met 20e eeuwse architectuur en hedendaagse architectuur dan met echt oude architectuur. En dat komt denk ik echt wel door Rotterdam. Doordat de stad altijd open lag, doordat er altijd gedacht werd over die stad wordt morgen is de stad beter dan vandaag. Dus die hang naar dat verbeteren van die stad, dat prikkelt toch op een of andere manier. Het is een opdracht van Heijmans en een meiarchitecten. Phoenix Loft, een appartementencomplex, winkels op Katendrecht, die nu in aanbouw zijn. Ze hebben mij gevraagd om dat bouwproces te volgen. Sinds een aantal maanden zijn ze met de staalconstructie begonnen. En ja, dat is behoorlijk indrukwekkend. Want het nieuwe gebouw komt als het ware als het van tafel op het oude gebouw te staan. Dus dat is echt gewoon een mega indrukwekkende staalconstructie, zeker voor Nederlandse begrippen. De architectuurfotografie heeft een zekere traagheid. Als je inderdaad gewoon straatfotografie gaat doen, dan moet je met een camera op zak heel gehaast rondlopen, omdat je echt het moment moet vangen. En op zich, bij architectuurfotografie kan je ook een moment hebben natuurlijk wat je moet vangen, een bepaalde lichtinval, ook iets wat er gewoon gebeurt in het gebouw. Alleen
ben je veel meer op dat moment aan het wachten en je bent veel meer aan het voorbereiden. Dus je kan ook veel meer nadenken over het gebruik van die techniek. Van ik sta nu voor dit gebouw, ik heb nu zo'n lens nodig. Ja, ik vind het heel lastig, want wat is fake en wat is truth? Ja, een foto is altijd een soort van fake, want hè, je laat de rest eromheen, laat je niet zien. Ja, en uiteraard shop ik dingen die mij niet welgevallig zijn wel weg. Ja, zo haal ik ook wel eens een lelijk stopcontact weg of een lelijke bouwnaad in het beton wat storend is, even oppoetsen. En sowieso, als jij door een gebouw heen loopt, is de ervaring altijd anders dan als je een foto bekijkt. Het blijft een 2D-weergave van een complete 3D-context. Het blijft altijd een interpretatie van. Als klein kind heb ik het World Trade Center nog gebouwd zien worden in de jaren 80. Ja, dat maakt indruk. Voor mijn gevoel was dat echt de hoogste toren van de wereld. Ja, dat was natuurlijk gewoon verre van is. Maar dat soort dingen maken wel indruk die je meeneemt in, ja, die ik mee heb genomen in hoe ik nog steeds naar de stad kijk. En ja, waarom ik Rotterdam ook leuk vind. Kun je ook niet wachten om de skyline van Rotterdam te fotograferen? Maak een echte Rotterdamse architectuurfoto en gebruik de hashtag Rotterdam Snapshots. En wie weet komt jouw foto dan te hangen op Rotterdam Foto Festival 2018.